Voor mij is mijn eerste blessure een feit. Maar die hebben allemaal van die leuke dingetjes. Haal ik altijd mijn chai. En dit is mijn lieveling. Maar ik weet niet, er zit echt een soort van drugs in of zo. Maar nee, ik vind het echt helemaal even lekker, jongens. Ik heb hier, vind dit, hier word ik nou blij van. Zo. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat. Ik ben echt heel eerlijk, ik had gewoon echt even geen zin meer in iets. Ik doe het allemaal zelf. Ik doe het allemaal zelf. Ik moet ook nog zoveel doen. Joe, schijt hem echt nou over dit. Ja, wauw, heel nice. Een hele goede middag, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag woensdag en ik heb al wel wat dingetjes gedaan zonder dat ik het heb gefilmd. Ik heb vanochtend een rondje bosbaan gerend. Alleen, volgens mij is mijn eerste blessure een feit. En het is echt niet grappig. Ik was zeg maar 2/3 van de bosbaan of zo. Dus ik had hem al bijna afgerend. En ik denk, er schiet iets in mijn linkerknie. Maar ik was met D, mijn collega, was ik rennen. En die was dus echt veel beter dan dat ik dacht. Dus ik denk, nee, ik kan nu niet stoppen. Dat kan niet. Dan gelooft hij me niet. Dan denkt hij dat ik dit elke keer lul. Dus ik bleef maar doorrennen. En ik dacht, oh, maar dat gevoel dat je dus echt iets wil. En het ging ook best wel makkelijk me af. Want ik neem altijd zo'n pre-workout. En ik merk echt wel, als ik dat wel en niet neem. Ik meen dat je echt gewoon een soort van cafeïne boost hebt of zo. En dat je echt verder door kan. Dus ik dacht echt, nee, niet stoppen. Nou, op een gegeven moment deed het zoveel pijn, jongens. Ik moest stoppen. En ik zal je heel eerlijk zeggen, we zijn nu 3 uurtjes verder. En ik heb nog steeds echt pijn. Dus ik hoop niet dat ik, ja, dat ik echt een iets heb gescheurd of zo. Want dan zijn we mooi verder van huis. Vooral ook met mijn horecawerk. Dus dat zou niet fijn zijn. Ja, ik voel het echt nog steeds. Nou, even afwachten maar. Verder ging ik daarna naar Arlene voor mijn bindweefselmassage. Dat doe ik gewoon 1 keer in de week. En ik ben nu thuis en ik moet straks naar Arc of Beauty. Want er zit... Arc of Beauty is waar ik altijd mijn botox en alles doe. En er is een meisje daar nu ook... Maar dan moet ik het even goed zeggen. Ik ga het zo natuurlijk even allemaal verder vertellen. Maar ik krijg in ieder geval een heerlijke gezichtsbehandeling van 90 minuten. Maar het is bij haar wel iets uitgebreider qua ook... Ja, hoe zeg je dat nou? Ze heeft een... Ik ga zo weer verder over dit onderwerp voordat ik verkeerde dingen ga zeggen. Dus, ik heb om 3 uur die afspraak. Het is... bijna 2:30. Jongens, ik maak echt geen grap, hè. Ik loop net weer een stuk. Volgens mij heb ik echt iets verkeerds gedaan. Dan heb ik echt een probleem. Als dit morgen nog zo is, kan ik echt niet werken. Wat is dit nou weer? Wat is dit nou weer? Oh... Mijn man beweert dat dit werkt. Een tape om je bek. Wie is jouw man? Jij? Nou, nee. Ik ben benieuwd, schat. Thank you. Jullie gaat lekker naar bed? Drink dan lekker, schatje. Oké, we zijn een dagje verder. We lopen alweer op het Galanplein. Jill heeft iets nieuws. En ik vind het zelf ook heel leuk. Puzzels maken. Dus we hebben een nieuwe puzzel gekocht. Laat eens de puzzel zien. Kijken? Nee. Oh, nou, dat is duidelijk. Ik heb trouwens geen last meer van mijn knie. Oh, God staan erbij. Bedankt.
Ja. Ik haal dus altijd bij de Sissy Boy. Dat is gewoon een kledingzaak. Maar die hebben allemaal van die leuke dingetjes. Haal ik altijd mijn chai. En dit is mijn lieveling. Dus dit is degene die ik het allerlekkerst vind. Staat dit of niet? Het is een beetje groot, hè? Oké, schat. We gaan samen puzzelen. We doen alles eruit. Daar gaan we. Yeah, high five. We get it. Yay. Goed zo. Hé, laat het zien. Nou. Hallo. Goedemorgen, lieve mensen. Welkom bij een nieuwe dag. Het is vrijdag. Ik breng Jill naar de crash. En daarna ga ik door met mijn hermsporten. Ik heb de tinteling op mijn kop staan. Neem nu steeds weer een pre-workout. Maar ik weet niet, er zit echt een soort van drugs in of zo hoor. Want ik zweer het je, dat zit er niet in. Dus begrijp me niet verkeerd. Maar ik heb de tintelingen nu op mijn gezicht staan. En je krijgt echt een soort actieve boost. Ik wil nu ook echt sporten. Nou, dat wil ik hier nooit, geloof me. En ik moet echt weer even een beetje doorpakken. Want ik merk dat ik loop te snaaien, jongen. Die paaseieren voor mijn gezicht zijn ook echt geen goed idee. Ik heb echt een beetje scheid gehad sinds het paasweekend, merk ik. De intermittent fasting heb ik niet echt goed gedaan. Steeds elke keer tot laat eten. En gewoon, ja. Dus dat is niet goed. Dus we moeten weer even terug naar het gewone. Dus daar gaan we vandaag weer mee beginnen. Ik heb overal jeuk op mijn gezicht. Ik heb echt tinteling. Dat is zo'n gek gevoel. Ik weet niet of mensen bekend zijn met pre-workout. Maar dat... Wel apart, maar wel lekker. Dus, ik ga lekker sporten met Marjan bij Johnny. En voor de rest weet ik het eigenlijk niet. Werken vanavond. Even mijn dingetjes doen op de vrijdag, weet je. Doei. Fijne dag. Rechtop blijven staan. Bam. Ja, pak hem maar. Dat is alles. Links rechts. Nee. Pak. Nee. Ja. Wat moet je bril doen, hè? Die slaat ernaast. Een hele goede morgen, mooie zaterdag, 25 graden weer. Hoe is het mogelijk? Gisteren nog regen en ijskoud. Goed, maakt niet uit, wij gaan lekker hardlopen. Ik ga het weer even proberen. Ik hoop dus dat ik het kan volhouden met het been, met het knie. Die heeft me even ingetaped weer. Dus ik ben benieuwd, ik hoop het echt. Maar ja, ik voelde gisteren op werk ook. Het is wel een gevoelige plek, dus ik moet wel een beetje oppassen. Maar we gaan het meemaken. Oké, we hebben het gedaan. Wel last kreeg ik. Dus ik ging een beetje zweven proberen te rennen. Wat is een schatje nou? Oh, mijn kind is er klaar mee. Maar we hebben het wel gedaan. Oké, echt even heel chill. Mijn vader en zoon hebben die kleine meegenomen naar het, zo'n tuincentrum. Dus ik heb even besloten om alles te gaan doen betreft mijn kleding. Ik ga al mijn wintergoed naar beneden doen in de berging. En daar ga ik nu mee. Oké, ik rijd nu even snel naar de Action. Ik ga van hangers halen en van die dozen. Oh, dit is helemaal lekker. Ja joh, ik doe dit lekker op de mooiste dag van deze week. Eindelijk mooi weer. Maar nee, ik vind het echt helemaal even lekker, jongens. Ik heb hier, hier word ik nou blij van. Dingetjes opruimen. Ik vind dat zoiets lekkers. Echt. En dan heb ik helemaal overzicht in mijn kasten. Je hebt gewoon mensen die het niet hebben. En ik vind dat echt heel bijzonder. Ik moet overzicht hebben. Ik heb rust als bij mij alles georganiseerd is. En dat ik zie wat ik heb. En alles is gewoon ruimte en weg. Het moet weg. Alles moet gewoon weg.
wat ik niet draag. Het gaat allemaal naar beneden. Oké. Hangers, dozen gehaald. Top. Jongens, jullie moeten oprecht geloven dat mijn geld echt niet veel wordt besteed aan kleding. Als jullie me een beetje kennen, dan weten jullie dat. Maar ik vind het ongelooflijk wat ik elke keer uit mijn kast haal. Ik ben nog lang niet klaar, hè? Dit is alweer helemaal vol. Dan heb ik hier een ding vol gedaan. Die twee zwarte dingen zitten vol. En ik moet eigenlijk nog aan deze al die kasten beginnen. Het is letterlijk allemaal wat hier alleen uitkomt. Kijk, het is wel netjes nu. En dan heb ik nog heel veel winterjoggings, hè. Ik heb nu echt gewoon 2/3 in die doos gedaan. Eigenlijk is het gewoon nog te veel. Maar goed, anders... Ik denk dat het meteen zomer is met één zo'n dag. Dus ik heb echt nogal wat trui nodig. Niet normaal dit. Niet normaal. Niet normaal. Zo. Rust. Dit moet alleen nog even weg uit mijn zicht. Maar dat mag echt mijn vriend Jeffrey gaan doen straks. En Jewel heeft al haar kleding gepakt en haar mooie Skechers schoenen. Kijk hier schoenen, schat. Die sokken ook zo hoog opgetrokken. Heel mooi hoor. Goedemorgen, welkom bij de zondag. Wat gaan we doen vandaag, schat? Simone en Jolie. Leuk hè? Hebben we met Simone en Jolie afgesproken. En we gaan naar de kinderboerderij. Best friends. Ja. Ze zijn echt best friends. Ze hadden elkaar helemaal gemist. Moet je iets dichterbij doen? Heel goed. Nee, jij doet foto's of zo, hè? Ik ben alweer iets van 3 dagen verder of zo. Dan ga ik mijn beeld schoonmaken. Zo, beter. Het is namelijk vandaag dinsdag. En ik heb eigenlijk sinds zaterdag volgens mij niet meer gefilmd. Maar ik had even een beetje off days. Echt 2 dagen, gisteren en eergisteren gewoon. Ik was overal klaar mee. Geen zin om te werken. Geen... Zeg maar, 's ochtends gewoon heel actief. En dan 's middags heel moe. En weet je dit. Dan is het zonnetje aan het schijnen. En dan wil je gewoon lekker op een terras zitten en niks meer doen. Ik ben echt heel eerlijk. Ik had gewoon echt even geen zin meer in iets. En dan wil ik gewoon lekker vrij zijn of zo. Ik weet niet wat het is. Dus soms zit er ook van die dagen tussen. En weet je wat ik dan ga doen? Dan ben ik moe en dan ga ik ineens enorm scheid hebben, letterlijk en figuurlijk, aan mijn gezonde levensstijl. Ik denk dat ik in 2 dagen tijd een stuk of 70 paaseieren in mijn mik heb gegooid. Die allemaal nog over waren met de Pasen. En elk paaseitje wat ik eet voelt gelukkig maar steeds ellendiger. En dan krijg ik gewoon helemaal hoofdpijnen. Ik had weer gisteren een migraineaanval. Ik was er helemaal klaar mee. Ik heb alles lopen vreten wat niet mocht. En ik dacht echt, wat ben ik aan het doen? Goh. Helemaal weer spijt van ook. Maar goed, ik heb vanochtend tegen mezelf gezegd. Want kijk, dat ben ik. En dan zit ik dus zo slecht te vreten. Voel ik me niet chill. Denk, ik ga ook lekker niet meer sporten. Ik ga lekker door met dit slechte vreten. Geen zin meer ook. Toen dacht ik, nee, Bootje, zulke dagen zitten ertussen. Laat het nou gewoon. Dit kan gewoon. Dit moet gewoon soms kunnen. We pakken gewoon door. Dus ik heb net ook Pilates gedaan. Ik heb net weer mijn hele ijskastje omgegooid met alleen maar gezonde dingen. Want ik kreeg alweer een aanval. En nu dacht ik, laat ik ook maar eens even mijn telefoon pakken en een filmpje gaan maken. Want alles zat tegen.
Dus dan weten jullie dat. Dat is soms ook gewoon het geval. Ik heb gewoon nergens meer zin in. Heb ik gewoon echt oprecht zin om te stoppen met vloggen. Zin om te stoppen met werken. Zin om te stoppen met sporten. Zin om me helemaal vol te vreten met chocola. Dat is echt verschrikkelijk. Oké. Okay. Dus dat ben ik ook weer kwijt. Ik ga nu wel even lekker, want die kleine zit vannacht op de crash. Ik had geruild met morgen, want ik heb morgen een kinderverjaardag. Ik ga wel echt even nu even liggen, want ik ben echt intens moe al 3 dagen of zo. En omdat ik zeg maar, voordat ik ga sporten een pre-workout neem en dan 's ochtends alle energie van de wereld heb, lijkt het wel alsof ik in de middag gewoon boem. En dan kan ik dus niet slapen door die pre-workout. En dan op mijn werk ben ik echt niet om aan te zien gewoon. Dus ja. Ik weet niet of ik nu ook eigenlijk deze vlog moet gaan editen ook nog even. Dan heb ik dat ook even gedaan weer. Maar nee, dat ga ik nu nog niet doen. Ik ga even nog morgen erbij pakken met die kinderverjaardag. Ik zit jullie nu letterlijk te vertellen wat ik zeg maar denk in mijn hoofd. Hoe ik dit weer even zo ga aanpakken. Ja. Goed verhaal wel. Doei. Dit betekent als je heel hard werkt. Dat zeg ik. Ja, we hebben heel hard gewerkt, jongens. Kijk. Goedemorgen, mensen. Welkom bij een nieuwe dag. We zijn weer ontzettend aan het haasten. Ik ben alweer mega geïrriteerd. En ik ben nu alweer klaar met deze dag. Ik meen het. Ik doe het allemaal zelf. Ik moet ook nog zoveel doen. Heb ik een hele kast opgeruimd. Weet ik nog niet wat ik aan moet? Zie ik het nog niet? Ik moet zwaar voor jullie kleding kopen. Want weet je wat het ook is? Dan is het nu warm. En dan heb ik geen shirtjes voor kleding. Voor Jules. Alleen maar truien. Veel te heet, jongen. Nu heeft ze dit aan. Mama doet ook een leren jas aan. Ja. We gaan een beetje hetzelfde gekleed. Kijk. Oké, ik doe deze als Sanjul. Deze. Moet je zeggen of je het leuk vindt staan, hè? Ja. Oh. Zelfde. En dan doe ik deze schoenen aan. Zo. Die nieuwe fans, vind je dat leuk? Ja. Oh. Oké. Zo. Eigenlijk had jij ook je fancy's aan moeten doen. Dan zijn we echt hetzelfde, schat. Wil je niet ook je fans aan? Nee, natuurlijk. Nee. Zo. Cheers. Oké, we liggen bij Lenny bij de skin shop. En Jules mee. Die gaat helpen. Ga je mama kuppen, schat? Ja. Dat is heel goed, hè? Goed zeg, van jou. Goedemiddag. Ik wilde eigenlijk al mijn vlog online zetten, maar ik dacht nee, ik ga dit even nog in mijn vlog zetten. Want dit zijn van die impulsieve momenten die ik ga doen. Want we zijn inmiddels bijna in de pijp. En we zijn bijna bij Incorporated Tattoo Piercing. Oh, politie. En geen goed voorbeeld, jongens. Wat wilde ik zeggen? Ik ben de vorige keer weggerend. Ik ga die piercing in mijn oor laten zetten. Nee, in deze kant. Want ik slaap. Even kijken, moet ik goed nadenken. Ik slaap altijd aan die kant. Hier.
Deze erin durf ik niet. Sorry, ik ga het niet doen. Ik wilde altijd echt dat dingetje erin. Maar ik sprak laatst een meisje. Die zei, ja, het doet echt heel veel pijn. Ja, bedankt. Had je dat even niet kunnen zeggen? Hij zegt, het duurt ongeveer 3 minuten. 3 minuten? Dus ze gaan 3 minuten met dat rondje, die rondje en die schelp eromheen doen. Ik zeg, laat me zitten. Dat ga ik echt niet doen. Ik wil gewoon dat het in 1 keer tak er doorheen gaat. Dan gaan ze in dat schelp dingetje. Moeten ze dus echt een rondje draaien. Nou, dat durf ik niet. Ik durf het gewoon niet. Dus, en ik ga het dus hier doen. Maar ik ben altijd heel bang dat die ontsteekt. Maar Jules van, heeft een heel goed spulletje. Dus die komt daar nu heen. En die gaat mij supporten. En dan ga ik hier dus die dingen laten piercen. Ah, super spannend. En ik ga gelijk even hier voor wat meer oorbelletjes kopen daar. Ik wil even weer mijn oren vol. Dus nu ziet het er zo uit. En dan ben ik. Ik heb trouwens vanochtend even mijn nieuwe Indian Gold haar in laten zetten. Want ik had het toch heel lang, dat nieuwe. Dus dat had ik er weer uitgehaald, omdat ik gek werd. Dus dacht ik, ja, ik vind kort is tegenwoordig echt in, kort haar. Niet zo lang haar meer. En dan zie je het bij mij ook gewoon, weet je, dan hou ik het gewoon vol. Dus ik heb nu mijn nieuwe haar kort laten knippen. Maar ik heb wel lekker mooi nieuw haar in. En ik weet eigenlijk niet, ik heb ook een nieuwe zonnebril op, maar de zon is alweer weg. Natuurlijk, het is alweer verdwenen in Nederland. Echt verschrikkelijk. Dit is een nieuwe zonnebril, die heb ik bij Maddox gekocht. Leuk, hè? Dat is helemaal, dat wordt dit, deze zomer de hype. Dat je je ogen ziet door die glazen. Kun je niet stiekem meer naar iemand kijken. Hè, palen. Mama kijkt graag naar andere mannen, schat. Nee, geintje. Nou ja, is niet helemaal gelogen. Soms. Sorry, Jeffrey. I love you. Proost. Yeah. Och, vervelend. Hier is een baby Chino. Ik zit alleen met melk. So, all of them are mostly adaptable for Helix, of course. I would advise you don't use something extremely big like. So this one will also be super nice. That's cool. Or yeah, this is real cool. Yeah. Yes. Yeah. Wat zal ik hier in mijn oor doen? Een ringetje of plat? Mag je? Dus het is die kant slaap ik op. Ja, dat is gewoon. Oh, je blijft daar. We zo terug. Thank you. Oké. Dan zal ik draw a dot with inks. We can first check it. Ja. Yeah. And tell what you think about it. So of course we're doing it in a place where it's gonna be visible. Yeah, of course. So we need to go kind of high. So now I want to draw the exact dot. Yes. Yay! Ik zweer je, ik schrijf hem echt over dit. The shape of the hair. Yeah, okay, I think also this one. So we go with the, like, what in the middle? Yeah. Of the tattoo always, okay, I do it. But this, I'm so scared for it. Because otherwise, you cannot imagine what you're going through. And it's kind of normal. Well, you would too. And also because it's something going all the way through your skin. So yes. Now I just see it later. But what I can tell you that it's scaring more because of the internet. So you can now get a deep breath in and out. De kleren, ouwe. Okay. Fucking hell, this is empty. So now I would just remove the needle. So now I can deep breath in and out. Dit is echt niet fijn, hoor. Maar eerlijk, een bevalling is wel erg, toch? We only need the last step. Oh my god. It's almost done. Why? So now insert the bar. So again, I can ask you again to keep breathing out. So now I'll only insert the top. So now for last time, I'll ask you again, deep breath in and out. And I will just push back the gel and that's all. Voilà. Okay, this was niet grappig, hoor. Oh, hij zit erin. Wow. Super nice. Really shiny. Well, just clean the hair around it. Doet het nog pijn? Die ene in je schelp? Nou, sorry, Josje, never dat ik dat ga doen.
Maar je snapt wat je bedoelt. Hier moet je niet bij zitten. Hier moet je gewoon echt heel lang vanaf blijven. Ja. Wauw, heel nice. Ja, yeah, I love it. Thank you. You're welcome. So... Ja, het is wel echt vet hoor. I mean, the moment... Mijn kind heeft iets nieuws. En doet ze gewoon dat ze gewoon die handen uit het ding wil hebben. En dan heb ik oorlog met haar, want dan moet ik die handen in die gordel zetten. En dan gaat ze eerst een uur. Kijk mama. Dus het duurt bij mij altijd een kwartier voordat ik weg kan rijden en er vast heb. Oké, okay, dus ik dacht laat ik haar nog even lekker in haar zen moment. En kijk even dit oor. Maar jongens. Ah, sorry hoor. Oh, kijk. Hier heb ik dit laten doen. Kijk, ik heb allemaal oorbelletjes ook gekocht. Dus deze zijn nieuw. Kijk hoe mooi. Maar dit moet niet gaan draaien. Maar goed, kijk. Kijk, ik had nog een gaatje eigenlijk. Maar die ging toen ook steeds ontsteken. Dus heb ik gehad. Maar nu heb ik hier gewoon weer een vol mooi oor. En dit heb ik ook nieuw. Zie je wel mijn ringetje? Ah, maar deze moest ook doorprikken, man. Ook pijn. Maar dit, jongens... Ik heb veel in mijn leven gedaan. Ik heb echt gewoon... Nee, schat, mag niet. Mag niet van mama. Mag niet van mama. We gaan lekker naar huisje toe. We gaan iets heel leuks doen. Blijf jij lekker rustig zitten. Maar mama heeft een vijf, maar je blijft wel zitten. Ik moet heel snel wat zeggen, schatje. Ik ben echt heel blij ermee, hoor. Maar dit is gewoon geen grap. Ik vond dit heel erg fijn doen. Oké, home sweet home. Vloggie editen. Ik ben echt moe. Ik kan altijd van mijn eigen vloggelul in slaap vallen. Dus dank jullie trouwe volgers dat jullie het zo leuk vinden om te kijken naar mijn video's. Want ik val zelf in slaap, zeg maar. Dus dat is echt... Nee, geitje. Dat is eigenlijk echt geen geitje. Ik wil jullie weer bedanken voor het kijken naar deze video. Dankjewel allemaal. En I love jullie always. Doei.